Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 26 augustus 2016. Dus het bulletin van vrijdag. Vandaag is er morsen en een SSTV-beeld in PD90. Het betreft een foto gemaakt door een mede-amateur. Vandaag heb ik een item over verschillende satellieten. Alleen de eerste minuut daarvan, een ruime minuut, is in het Engels. De rest is in het Nederlands. Het eerste fragment is uit 1957, het tweede uit 1960, het derde uit 1962 en dan voor het vierde item maken we een enorme sprong naar 2007. Today a new moon is in the sky, a 23-inch metal sphere placed in orbit by a Russian rocket. Here an artist's conception of how the feat was accomplished. A three-stage rocket. Number one, the booster in the class of an intercontinental missile. Its weight estimated at 50 tons. The smaller second stage took over at 5,000 miles an hour and carried on to the highest point reached. 500 miles up, the artificial moon is boosted to a speed counterbalancing the pull of gravity and released. You are hearing the actual signals transmitted by the Earth-circling satellite. One of the great scientific feats of the age. Een drietraps Tor-Abel-raket staat op Cape Canaveral klaar om te worden afgevuurd. Met deze raket zal een weersatelliet de ruimte in worden geschoten die de naam Tiros 1 heeft gekregen. Voor de lancering heeft men de nieuwe kunstmaan in het laboratorium aan talrijke proeven onderworpen. In de satelliet zijn twee camera's geplaatst. De opnamen die zij maken van het wolkendek rond de aarde worden vastgelegd op een magnetische band en op een teken van de grond naar de aarde geseind. Weerkundigen zullen er belangrijke gegevens uit kunnen putten. En hier komt het moment van de lancering. Feilloos gaat de 27 meter lange raket omhoog. Deze getekende filmopnamen laten zien hoe de raket in zijn baan om de aarde komt en hoe het voortstuwingsgedeelte van de derde trap wordt afgestoten. De roterende beweging van de satelliet, 120 omwentelingen per minuut, wordt afgeremd om de camera's in staat te stellen opnamen van de wolkenformaties te maken. Op een afstand van 600 kilometer draait Tiros 1 om de aarde. Van het door de zon verlichte aardoppervlak nemen de camera's foto's. Eén bestrijkt telkens een gebied van 2000 vierkante kilometer. De ander maakt vergrote opnamen van het centrum van dat gebied. Uit deze foto's die naar de aarde worden gezonden, kunnen de weerkundigen de aard van de wolkenformaties vaststellen en er hun conclusies uittrekken. Met de weersatelliet zijn de meteorologen in de wolken. Onder een bolvormige overkapping in Andover in de staat Maine aan de Amerikaanse oostkust bevindt zich een reusachtige, hoornvormige antenne die bestemd is om signalen door te geven aan en op te vangen van de eerste telefoon- en televisiesatelliet. Het oppervlak van de bolvormige satelliet is bedekt met zogenaamde zonnecellen die de zonnestraling omzetten in energie waarmee de batterijen voor de zend- en ontvangapparatuur worden gevoed. Deze zogenaamde Telstar-satelliet werd gelanceerd op Cape Canaveral met behulp van een Thor-Delta-raket. Op de vastgestelde hoogte maakte de satelliet zich los van de draagraket en hij kwam vervolgens in de nauwkeurig berekende baan om de aarde die varieert van 950 tot 5600 kilometer. Van het grondstation in Andover worden via de antenneinstallatie signalen naar Telstar geseind die ze versterkt en terugzendt naar de aarde. Zowel in Engeland als in Frankrijk zijn soortgelijke stations gebouwd die de teruggezonden signalen op kunnen vangen en die zelf ook naar Telstar kunnen zenden. De antenne bij Lannion in Frankrijk is evenals de andere trouwens draaibaar, waardoor men de baan van Telstar kan volgen. Tijdens de zesde omwenteling van Telstar om de aarde slaagden de technici erin het eerste contact tussen Amerika en Europa tot stand te brengen. In Lannion was het toen diep in de nacht. Geruime tijd ontving men op de monitoren slechts strepen, maar toen de satelliet binnen het bereik kwam van de stations aan beide zijden van de Atlantische Oceaan, verscheen in Frankrijk het eerste door Amerika uitgezonden beeld. Kort daarop zag en hoorde men via Telstar niet alleen in de controlestations, maar tevens in talloze Europese huiskamers, vice-president Lyndon Johnson. I'm certain that the results of the Telstar test will be most valuable in providing some of the knowledge needed to bring into operations. De Amerikaanse vice-president zei te geloven dat deze proef het begin zou zijn van een net van televisiesatellieten dat in de toekomst de aarde zal omspannen. Vandaag werd hij voor het eerst officieel getoond, de Delphi C3. Een Nederlandse satelliet, bedacht, ontwikkeld en gebouwd door studenten aan de Technische Universiteit Delft. En nee, dit is geen model. Dit is de satelliet zelf. Is het geen schatje? 10 bij 10 bij 30 centimeter. Een flink melkpak, meer niet.
maar echt een volwassen satelliet. Het gaat specifiek om een tweetal dingen. We hebben zonnepanelen, een nieuw type zonnecel dat we vliegen. En we hebben een zonnesensor erop zitten die ook nieuw is. Die testen we voor het bedrijfsleven. En verder hebben we zelf ook nog een nieuwe radio aan boord zitten en een nieuw elektrisch systeem wat we testen. Het geheim is dat kleine formaat. Op de raket die in september de Delphi C3 de ruimte in zal schieten, zit ook zo'n gewone, grote, dure, commerciële satelliet. De Delftenaren mogen goedkoop meeliften in, bij wijze van spreken, de zijzakken van de raket. Deze kost ongeveer 4 ton. En dan heb ik het over de lanceerkosten en de materiaalkosten. En in ruimtevaartverhoudingen is het een schijntje? In ruimtevaartverhoudingen is het natuurlijk bijna niks. Een eigen satelliet de ruimte in. Het is een buitenkansje natuurlijk als je luchtvaart en ruimtetechniek studeert. Het is natuurlijk een unieke kans, het is fantastisch. Ik bedoel, je begint vroeger met Lego als je 8 bent en je eindigt met een echte satelliet. Dus het is fantastisch. Voor de ontvangst van de data die Delphi C3, als alles goed gaat, gaat sturen, worden de ontvangststations van een groot aantal zendamateurs ingezet. In ruil voor hun diensten mogen zij Delphi C3 als communicatiesatelliet gaan gebruiken als de studenten er klaar mee zijn. Ook al zo'n idee dat het project betaalbaar maakt. En dan de uitklapantennes. Die komen gewoon uit de bouwmarkt. Zo'n simpele rolmaat. Dat werkt. En gemakkelijk op lengte te knippen natuurlijk, met die centimeterverdeling erop. En dan wordt Delphi C3 ook nog het eerste Nederlandse kunstwerk in de ruimte. Kunstenaar Niek Verschoor zet zijn eigen uitnodigend getuite lippen op de satelliet. KISS in Space Search Mission 2007. Het gaat echt gebeuren. Op naar de sterren en daar voorbij. Vanavond op PI3 UTR vanaf 10:30 is weer de lange uitzending van de Daily Minutes. Met daarin onder andere de meest recente 5 Nederlandstalige Daily Minutes uitzendingen op PI2 NOS. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren via PI2 NOS. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. De nieuwsitems in de Daily Minutes worden volgens professionele journalistieke principes samengesteld, vergelijkbaar met zoals het bij een vakblad op papier gebeurt of bij een krant.